Oké, we zijn in ons nieuwe hotel. Kom maar jongens, ga naar binnen. Visjes kunnen we straks nog kijken. Goed, zeg maar doei. Doei visje poepie. Hallo visje. Kijk hoe mooi het hier eruit ziet. Nou, spring ons nu naar de kamer. Het is vandaag echt heel lekker warm. Oké, nou, we zijn dus op onze kamer. Ik laat straks even zien, het is nu even een garage. Maar wij hebben dus uitzicht op het zwembad. Oeh. Dit is het uitzicht. Gewoon een heel groot zwembad volgens mij. Ik ben echt benieuwd. Ik zie al een speeltuintje daarachter voor kindjes. Dus wel even lekker gewoon dat hier voor alles doen is voor kinderen. En we gaan even speeltjes pakken en uitpakken. Nou, we zijn met het zwembad. Daar is denk ik de kidsclub. En hier heb je dus het zwembad. En aan de andere kant heb je zelfs nog een glijbaan. En echt super leuk. Echt super fijn, want er zijn allemaal bedjes in het water. Maar ja, hun liggen in de schaduw en ik ga even lekker in de zon. Want ik heb nog bijna geen zonnestraal gezien. Dus gewoon zien. Nou, het is echt super groot zwembad. En Joe die gaat nou van de glijbaan. Dus we gaan het even laten zien. Goed zo, meisje. Wat vind je van het zwembad? Ja, echt mooi. Oké, je moet cijfer geven. 1 tot 10. 10. High five. Heb je honger? Ja. Dan ga ik even voor eten kijken. Ga helemaal lekker zwemmen. Mama. Een hele goede morgen. We zijn nu bij het ontbijt. En de meisjes hebben wat leuks gevonden. Namelijk een kleine voetbaltafel. Tafel voetbal. En ze hebben daar ook zo'n biljartding voor kindjes. Wolfie, daarachter zijn de meisjes. Nou jongens, ik zal jullie even lekker het ontbijt laten zien. Je hebt dus echt hier allerlei lekkere broodjes. Ontbijt hè, jongens, ontbijt. Allemaal krusli. Hier heb je dus meer een beetje het Malinese fruit. En hier maken ze dus ei, sambal, goreng, nasi. En tot 7 spaddenkoeken en wafels en zo. Dus ze hebben zelfs in het midden nog allemaal vis en rijstgerechten en zo. Kip, dus er is voor iedereen op wat. En hier pakken ze nog lekker een eitje. Weg naar een strandje. En het heet Balangang Beach. Nou, we zijn even lekker op het strand. Jordi heeft een surfbordje gehuurd voor de uurtje. En die is even aan het proberen of die erop komt. Maar volgens mij is het nog wel moeilijk hè, als ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Hij zit daarachter. Okay, dit is echt heel shit, joh. Ik heb waarschijnlijk zijn telefoon meegenomen de zee in. En nu is zijn telefoon kwijt. Dus ik hoor, toen lopen die lopen nu snel naar Kenny. Ik hoop dat hij daar nog ligt, maar ik ben er bang voor. Nou, Jorik heeft zijn telefoon toch gevonden. Die lag in het gewoon op de plek waar we vandaag kwamen. Hij loopt daar. Hij ligt. Hij gaat paddelen, paddelen. Hij doet zo. Ja, oh, hij stond wel. Nou, een goede avond, best lekker het eten. En wat hebben jullie genomen? Pizza en visvingers. En jullie delen het, hè? Ja. Want Wolfie die wou natuurlijk, toen hij de visvingers zag, ook weer de visvingers. Met mayo. Met mayo, want Wolfie is gek op? Mayo. Ja. En ze hebben lekker een milkshake vanille erbij en Wolfie heeft die alweer op. Nee. Wil je nog een keer? Nee? Gekke meisje. Gekke meisje. Kijk aan mij. Je moet iets lager tillen. Ze vloog gewoon op, hè. Ze vloog gewoon op. Letterlijk, je ziet het gewoon zo. Can I have one extra mayonnaise?
even heerlijk gegeten. Ik heb een lekker lavakekje op en een beetje rosé. Wij zijn een beetje moe, dus we gaan zo lekker naar de hotelkamer, hè? Lom met koud. Dit zijn even aan het knuffelen. En ik film zelf ook, want niemand filmt mij. Oké, we zijn nu bij Padang Padang en we hebben een bordje gehuurd zodat ze even kunnen peddelen. Kijk hoe mooi het hier is. Lana! Goed zo, June! Waar is die aapje? Nee, dan mag ze niet in de ogen kijken. Die zult u eens aan je dag. Mama, Pippi, aap! Wolfie, vertel eens even, waar ben jij? Waar ben jij? Op Bali? Bali. En wat ben jij aan het doen? Drinken. Wat aan het drinken? Zet even single pins en van plaatsen. De kindjes hebben lekker even een milkshake. Jorik ook. Jorik, wat heb je voor smaak? Banaan. Banaan en pindakaai. Ik heb aardbei. Ik heb aardbei. Aardbei en dragonfruit heb jij. Maar je kunt dus kijken een beetje naar mensen die hier aan het surfen zijn. Super chill. Maar Londen, vertel eens even, hoe ging het surfen net bij jou? Want jij hebt net geoefend, hè, met surfen. Ik ook hoor. Jij ook. Hoe ging het dan, dames? Goed. Hoe vonden jullie het leuk? Ja. We zijn een beetje gek aan het doen, maar... Dus we hebben lekker bij Single Fins gezeten. We hebben even wat eten besteld en er komt er nog meer. En je kan ook hier hoor. En de kindjes hebben hier heerlijk gezwommen. Ik laat jullie even het uitzicht zien, want het is echt super mooi. Ik ben een beetje volgens mij verbrand. Dus ik kijk dus gewoon lekker op de zee. Hi, Paolo. En Wolfie heeft al honger, hè? Ja. Landen ook? Zo vinden die. Die? Allemaal lekker, hè? Ja. Vind je lekker, Wolfie? Lekker. Oké, wacht op onze taxi. Het is wel grappig, want hier zie je dus foto van een taxichauffeur. En wat voor auto die rijdt. Dus witte, grijze... Een zilveren auto, noem maar op. En ik moet even kenteken. Zoeken naar de auto's. Ja, oké, let's go. Ook een rode auto. We hebben net allebei beper gehad. En de groene is dus heel spicy. Ja, ik ga ze nu nemen. Dus take it away. Take it away. Ja, dit is niet open. Dus ja. Holy shit. En nog een hap? Nog een hap. Kijk dan, ik heb het wel goed. Echt? Vind je hem lekker dan? Zo vind je het ook lekker? Ja. We zijn aangekomen in Ubud. Kijk één keer. Bad. Nou, zit daar prins heerlijk. En de kids zijn even... Doe eens even spelletjes aan het spelen, Joe. Welk spelletje doe je? Talking Angela. Talking Angela.
En June en Londen, of Wolfie en Londen zijn een beetje aan het ouwehoeren, hè? Nou ja, die vermaakt zich wel. We gaan straks lekker uit eten, dus we gaan even douchen, klaarmaken. En dan de plekken zoeken waar wij uit eten kunnen. Het is trouwens hier in Ubud veel kouder. Ik weet niet of het komt dat je helemaal bedekt bent met bomen of zo. Ja, maar... en er zijn heel veel dieren. Er zijn apen. En we zagen net spinnen met vier poten. Ja, klopt. Die zijn hier. Dus ik ben benieuwd of we allemaal nog gaan tegenkomen. Maar lange kleding vanavond, denk ik, of niet? Lange kleding. We zijn aan het eten bij, hoe heet dit? Hier jongens? Oh ja, grapje. Seba Sari en we hebben allemaal een beetje Indonesisch gegeten. Jorik had varken gerepjes. Dus rijst. En Deb en ik hadden van die gefrituurde kip. Ja, dat ja. En, maar we gaan dus nu vanuit de toetjeskaart kijken, want kennen jullie wel elke avond een toetje? Dus dat gaan we dan maar even doen. En Deb trouwens ook. Dus ja, dan moeten wij ook maar een toetje doen. Oké, jongens, het is midden in de nacht. Ik moet naar de wc, maar ik ga niet alleen. Want we hebben een soort van buiten douche. En ja, ik moet even voor mij checken of er geen bissen zijn. Ja, wil je even de deur open doen? Alsjeblieft. Is de lamp aan doen? Oeh, echt bang. Je hoort ze gewoon. Oh, wat ogen dit hoor je gewoon. Hele goedemorgen. We wachten nu op ons ontbijtje. En wie wil deze? En we krijgen vandaag een tour door Ubud. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal gaan zien. Oh ja, op ons balkon. Ik weet niet, hadden jullie dat zo? Ja. Wij hoorden in één keer super hard dat iets op ons balkon sprong. Ja, hè? Zo'n dikke zo. Ik denk, oké, wat voor beesten zijn jullie allemaal? Ja, ik denk dat je niet eens wil weten wat er allemaal voor beesten buiten zijn. Ja. Want ik moest dus naar de wc vandaag. Ik dacht, nou Jorik wakker maken of wat? Heb ik gewoon wakker gemaakt. Ik zal jullie even laten zien wat voor mooie spin hier zit. Dat is gewoon in je... kamer kan kruipen, want wij hebben dus open badkamer, dus dat is echt een heel fijn idee. Kijk, zo groot zijn die mieren hier. Dat is echt niet normaal. Dit meisje is helemaal gefascineerd over die mier. Je ziet het gewoon. Kijk. Groot hè? Ja. Dit is gewoon een mier. Goed hè? Nou Londen, waar zijn we? Bij de rijstvelden hè? Ja. Hier wordt allemaal rijst gemaakt, weet je dat? Ja. En we mogen een ijsje als we weggaan. Je mag een ijsje als je weggaat. Wauw, dat is onze tour van vandaag. Onze tourguide. En hij brengt ons overal heen. En echt super lieve man is dat. Wauw. Echt prachtig. Nou, volgens mij zijn deze rijstvelden gemaakt om een foto te maken. Maar het is wel heel grappig om te zien. Maar kijk hoe mooi. Kom maar goed jongens. Lekker iets doorheen denk ik. Ja. Lekker? Ja, Londen ook proeven. Het is kokosnoot. Ga maar staan, Wolfie. Ik ga ook koffie. Ja, doe maar drinken. Ja, die riet is wel saai.
Ja, prettig. Mes? Nou, zijn we voor ons gewoon uit die boom kokosnoot geplukt. Ja, Norris. Norris. Really nice. Wauw. Ja, kan je zien? Wauw. Je bent ouder en ja. Johan, vang jij de volgende? Ja. Oh. Die is kapot, denk ik. Hey, we hebben net een kokosnoot gekregen en hun zijn hem aan het drinken. Maar super lief. Dit is dus de Holy Spring Temple van Ubud. Hier heb je dus heilig water, jongens. Ons volgende verblijf en dit is toch echt prachtig. Ik heb al lekker een warm doekje gekregen voor mijn gezicht en mijn handen schoon te maken. Ja, doe maar uit. En kijk, een mooie uitzicht. We gaan met de buggycar kunnen we heen en weer. Wauw, hier gekregen. Wat zit erin dan? Lemongrass en ginger volgens mij. Ja. Ze hebben hier dus 600 aren. 6 hectare. 34. Echt? 34 villa's zitten hier dus. Dus eigenlijk voor hoe groot het hier is, hebben ze het niet dicht gebouwd. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Want dan heb je dus heel veel natuur en ruimte. En dan zit hier dus, er wordt hier heel vaak geboekt door groepen. Want zij doen hier dus retreats en dat soort dingen. Nou, we worden nu met een soort van open karretje naar onze villa's gebracht. Maar ik heb het wel echt afgesproken. Onze koffers, doei! Doei koffers! Die laten we hier goed landen. Dat zijn de huisjes. Wow. Niet? En die. Daar is het. Daar zijn dit luxe? Hè? Oh shit. Mooi hè, Lotne? En volgens mij was dat het andere huisje, Dim. Ja. Wauw. Nou, wat vinden jullie ervan? Ja, dus. Kenny? Wat vind jij? Je zei van 1 tot 10? Ja, het is wel een 8. Onze punten, ons eerste verblijf, 8,5. Ons eerste verblijf? Ja, vond ik echt heel mooi. Is dat wakker wedstrijd met die racevelden? Ja, ik denk ook wel 8,5. Ja, nee, 8,5. Tweede verblijf was die met die honden, met het zwembad. Dat is de Gianni. Ja. Gianni zou 7. Ik een, ja, 7 wel. Ja. Ik vond het daar, ik vond het wel mooi, maar... Ja, ik denk ook 7, ja. Ja. Ons derde verblijf, het resort. Welk cijfer geef je dat? Resort? Ja. De eerste 7, was er 8,5. 7,5. Ik ook 7,5. En dan deze? Ja, tot nu toe. Maar je hebt dan juist gezien. We zijn hier natuurlijk nog niet echt verblijf. We zijn nou net binnen. Maar ja, dit is echt insane. Een 9 of 8,5 ook, net als de eerste. We gaan er nog wel zien. Iets meer, denk ik. Komen we nog op terug. Ja. Nou, we zijn nu in mandarijnen, bij de mandarijnenbomen. En we mogen zelf onze mandarijntjes plukken, hè? Ja,
morgen dan die, gaan we dan bij ons thuis schoonmaken en dan gaan we hem nog wel opeten. Ja, en welke kleur mag je plukken? Geel. Nou, zoek maar naar de gele. Malen, die mag niet meer non-bond. Nee. Dat is veel beter, ja. Oké, ik heb zo uithalen. Hallo allemaal, we zijn dus bij, hoe heet het? De Zee-tempel. Nee, ik ga het niet uitspreken, maar jullie hebben het gehoord. We zijn in ieder geval bij de tempel. We moesten weer een sprong om. En wij rijden nu in zo'n wagentje naartoe. Dus dat is goed. In ieder geval niet te lopen. Wel een beetje vervelend dat die vrouwen je zo alles in de hand drukken, vooral voor de kindjes. Maar ja, we hebben nu in ieder geval allemaal een offer. Ik heb er zelfs 7 of zo. Maar het ziet hier wel heel mooi uit, dus we gaan even lekker genieten van de tempel. Allemaal is daarom. Om. Londa, heb je jouw offer? Voor de tempel? Weet je wat daarin zit? Nee. Dat is Anang Sari. Is dat voor bedankt? Ja, dat is voor een bedankje voor dat je naar binnen mag bij de tempel. Oh. Goed? Waarom moet dat eigenlijk? Ja, dat is hier normaal. Dat je eigenlijk een bedankje aan de goden geeft. De goden van de tempel. Oké, okay, hij vertelde dus net dat dit Londen de oudste tempel is. De alleroudste tempel. De alleroudste tempel. Oké, dan gaan we daar naar binnen. Ja. Het is allemaal eten. Kijk, over de tempel. De tempel is 1300 jaar oud. 1300. Deze tempel is dus nooit dicht. Dus ze hebben daar dus bamboe. Ik weet niet of jullie dat zien. Ik zal straks even aanwijzen. Maar de bamboe staat dus eigenlijk voor een soort van bescherming. Ja, je kan upper up the. Kijk, daarachter zie je dus die drie umbrella's. Eentje zwart, eentje licht en een rood. Dat is de Holy Trinity. De daken van de tempels hier, ja, zijn gemaakt van de haartjes van palmbomen. Ja, ik kan wel voorstellen dat het heel goed is. Moet je nagaan. Kijk, en al die, ja, dat zijn echt tempels, gebouwen, die hebben dus lagen. En deze, die heeft er dus, kijk, die heeft er dus 7 en die... Oh nee, wacht, die heeft de 9 en die 11. Maar als een gebouw de 7 heeft, dan staat eigenlijk voor reïncarnatie. En hun geloven ook omdat het lichaam 7 chakra's heeft, dat je dus ook 7 keer gereïncarneerd wordt. En die is 11 en 11 staat voor de mountain. Nou, we gaan nou de echte tempel naar binnen. Gaan we dus even een gebedje kunnen doen onder en ons offer kunnen brengen, hè? Het is best klim. Zag je zijn landen. Of als hier ook. Het is goed, dus mogen we straks een gebedje doen. We zijn dus nu in zo'n dorpje en hier wonen dus echt mensen. Je mag hier gewoon naar binnen. Hier staan dus 5 mannen, 4 vrouwen en in totaal wonen 9 mensen. John, voorzichtig. Ja, en dit is dus zo'n dorpje en die is gewoon, daar wonen dus gewoon mensen. En je mag hier dus gewoon binnen kijken. Kom maar dametjes, jullie mogen voor. Waar is Jorik? Die is er al. Binnen. Je lijkt het? Ja. Really nice, hè? Yeah, nice, yeah. Oh, kijk dan, dit is al bijna over strand. Dit is een building, this one. It's similar like my is building. Ja, yeah, it's the, ja. Yeah. This one is the kitchen. Kitchen? Ja. Yeah. Really? Ja. Yeah. Dit is de keuken. Kijk, dus eigenlijk omdat het dorpje een beetje bekend is geworden, hebben ze dit dus opnieuw kunnen bouwen. Dus het was eerst allemaal meer een beetje zo. Maar omdat het een bekend dorpje is geworden hier in Bali, hebben ze dus hun huizen mooier kunnen laten maken en opnieuw kunnen bouwen. Dus ja, aan de ene kant hebben ze natuurlijk helemaal geen privacy meer, want iedereen mag bij hun in de achtertuin.
Van de andere kant hebben ze daar wel weer wat meer world voor teruggekregen. We're gonna make your village like this. Ja. De mensen die hier wonen, die krijgen dus allemaal iets meer. Want je betaalt hier dus een toegang. Voor toegang. Ja. Krijgen de mensen allemaal wat meer. En daarom zie je dus ook, want ze blijven hier wonen. Ja, dat ze vernieuwd hun huizen kunnen hebben vernieuwen. Dat ze helemaal hebben vernieuwd en eigenlijk best wel een hele mooie huizen hebben staan. Ja, dus eigenlijk hebben ze meer wealth gekregen door, dat, door ze, dat ze door de bron zijn. Dat ze een toeristische attractie eigenlijk hebben gemaakt. Ja. Aan de ene kant jammer, want ze leveren wel weer heel veel privacy in. Heel veel privacy, alleen binnen de deuren mag je niet filmen. Nee. Dus dat nee. Wauw. Kijk hoe mooi. Hallo jungle. Nou, we zijn even in een kids playground, want we dachten ze hebben wel eventjes een beetje speeltijd nodig. Dus we laten ze hier even lekker een uurtje uitrazen. Ik ga even filmen. Kijk, ze hebben hier trampolines, klimdingen. Zo grappig. Allemaal spelletjes op borden wat je kan doen. Klimband, zie hoor ik daar. Kijk dit aan hier, ik heb nog allerlei dingen doen, hè. Wow, op de trampoline. En waar is Judy dan? Oh, schattig hier. Kijk dan. Dit is toch echt zo leuk. Wat leuk, dat is eigenlijk helemaal. Nou, we zijn nu even bij een plekje waar we gaan eten. Ze hebben hier dus een hele leuke kinderspeelplek. En overdag doen ze hier dus ook allemaal kooklessen voor kinderen, kleuren, schilderen. En kijk, ze hebben hier echt een hele grote speelplaats. Wolfie is daar. John en Londen komen daar aan op het stepje. En wij gaan hier lekker eten. Het is wel leuk dat ze al deze plekjes ontdekken, want ze hebben hier dus boven dus dat buitenspeelgedeelte. Dan hebben ze hier een zwembad met glijbanen voor kinderen en hier binnen nog een binnenspeelplaats. En je kan als je wil zelfs een nanny hier inhuren, maar ik ben er niet fan van. Maar ze doen hier kooklessen, schilderen, tekenen, alles met kinderen. Kijk. Okay. Zo grappig. Ja, dat is een maar is jij helemaal daarboven? Londen vond het volgens mij een beetje spannend. Goed zo, Wolfie!